Van tijd tot tijd willen de Nederlandse kappers wel eens weten wie nou eigenlijk de beste is in kappersland. En daarvoor offeren velen dan graag een vrije zondag op. Het jongste concours vond plaats in Amsterdam, waar een van de 33 deelnemende herenkappers zijn liefde voor het vak als volgt beleed. Ja, het aantrekkelijke van het kappersvak, dat is op het moment dat je je eigen dus echt kan uitleven. Je kan van allerlei soorten kapsels maken. De haren worden gekleurd, er wordt gepermanent bij de heren. En er wordt gefeund en er wordt gewassen en crèmebehandelingen toegepast. Je kan je dus echt artistiek uitleven. En wat vinden de modellen ervan? Nou, een kapsel moet gewoon goed eruit zien. Overal even gelijk natuurlijk, geen ragebolttoestanden. Een beetje verzorgd gewoon. Wie deze long hair stijl mooi vindt en zich door de beste van Nederland wil laten soigneren, moet daarvoor naar deze kapper uit Alkmaar. Ook voor het damesvak bestond veel belangstelling, zowel bij kappers als publiek, want... Die modellen die je hier gemaakt ziet worden, dat zijn meestal de voorlopers van de mode zoals die dus in het komende seizoen gaat worden. Van de dress ladies wordt een volmaakte lichaamsbeheersing geëist. Er mag geen haar op het hoofd gekrenkt zijn als de jury langskomt om de kunstwerken te beoordelen. Hier kreeg een kapster uit Waalwijk de eerste prijs voor deze blonde coiffure. Dat de haarmode korter wordt, kwam de vrijwel haarloze Engelse vakman Joshua Galvin hier aan zijn Nederlandse collega's demonstreren. In korte tijd schiep hij een drietal creaties die ten behoeve van de vaktijdschriften veelvuldig werden vastgelegd. Sheila, Sting, Charlie. Drie modellen om je toepetje vooraf te nemen.